tankwagen kent veel bewegende onderdelen en het is belangrijk om van tevoren even te kijken waar en wat het gaat bewegen, om dat dan vast even te schuren. We beginnen hier met het systeem waar straks het allemaal om draait. Onderdeeltjes moeten goed aansluiten en in de juiste richting zitten. En dan komen daar een aantal wieltjes op. Aangezien die over andere onderdelen heen draaien, is het zo zaak dat die goed glad zijn en even met wat wax zijn bewerkt. De prikkers kunnen erin geduwd worden en dan komt het tweede deel er op de goede manier overheen. Even zoeken aan welke kant het onderdeel geplaatst moet worden. Want bij de tweede moet dat natuurlijk in spiegelbeeld. Het knippen komt wel precies, want het glijdt straks ergens tussendoor. Dat betekent dat het goed glad moet zijn afgewerkt, eventueel met behulp van een schuurpapiertje nog een beetje bijwerken. Dan worden de onderdelen goed in elkaar gezet en je ziet dat het mooi in spiegelbeeld zit. Er komt een dekplaatje op. Het moet wel goed aansluiten, maar ondertussen moeten de onderdeeltjes met tandwielen wel vrij kunnen bewegen. Met behulp van een paar schuifjes wordt het goed geborgd. Dat is een stukje van de onderkant en dan gaan we nu beginnen met de bovenkant. Het is vaak zaak om te letten op de linker en de rechterkant. In dit geval moet je er even op letten dat het puntje aan de linkerkant en de opening daarvoor aan de andere kant zit, zodat het precies in elkaar past. Dan komen de eerste bogen erop. Ook zorgen dat het goed aansluit. Een kiertje hier zorgt ervoor dat het bij het eindproduct aan alle kanten kiert en niet mooi aansluit. Twee keer zo'n zijkantje opgezet worden. En dan kan de bovenkant worden geplaatst. De beide onderdelen zijn daarmee af en op pagina 7 gaan we verder met het aansluiten van de grote onderdeeltjes op de bodemplaat.
ook hier een aantal wieltjes erop. En die moeten natuurlijk weer vrij kunnen draaien straks. Soms blijven er nog stukjes achter van waar het op de plank heeft gezeten. En dan is het zaak om dat goed glad te maken. Een lange as met daar een aantal onderdeeltjes aan, waaronder een tandwiel. Ook hier deze wieltjes die draaien straks in een ruimte die beperkt is. Dus een schuurpapiertje en wat wax zijn hier zeker nuttig. De schuifplaat met de tanden. De bovenkant van deze onderdeeltjes, daar glijdt straks wat overheen. Dus ook dat is zaak om even op te letten dat er geen ongerechtigheden zitten. En met de wax er even langs. Er komt hier een bodemplaatje waar straks de as tegen aanloopt. Dus de sprikkertjes moeten ook weer goed glad worden afgewerkt, vooral aan de bovenkant. Omdat die plaat straks nodig is, heb ik hem nu vastgemaakt, zodat ik die stevigheid kan krijgen en even kan uitproberen met de as. Het plaatsen van de draaiende onderdelen even nauwkeurig doen, zodat het precies past en op elkaar aansluit. Dan kan de bodemplaat met de tandwielen eraan en moet je even opletten dat de stippen tegenover elkaar zitten. En dan is het handig dat die as al klaar ligt en de bodemplaat, want bij iedere beweging dan verschuift het spul en dan zit het niet meer goed in elkaar. Ook bij het plaatsen van de as moet erop gelet worden dat de punten tegenover elkaar staan. Als de bodemplaat erop zit, is het al een aardig stevig geheel. En kan er al gecontroleerd worden op de werking. Hier moet ook weer goed gekeken worden naar het verschil tussen links en rechts. Gelukkig staat het in de meeste gevallen erop genoteerd. Op pagina 12 gaan we aan het werk met de voorkant, de sluitplaat van de tanker of de container, wat je wil. Onderdeeltjes in de goede volgorde er netjes op schuiven. Dit onderdeel moet ook weer twee keer worden gemaakt, waarvan één keer in het spiegelbeeld. En het is zaak om de prikkers goed scherp en glad af te werken.
Alle onderdelen liggen klaar en kunnen er opgeschoven worden. En nog maar eens een keer ten overvloede. Alle bewegende delen zijn natuurlijk vooraf geschuurd en met wat wax behandeld. Er komt een onderplaatje. Die zorgt dat het op de goede afstand van elkaar zit. En dan kan de sluitplaat erop worden gemaakt. Dat is even zoeken naar dat de nokjes juist passen op de gaatjes. De juiste breedte. En dan stukje voor stukje vastzetten. Is belangrijk dat er hier van schuin onder het wordt verbonden met de rest, zodat het strak zit met de tandwielen en dan het onderdeel wordt geplaatst waarmee het allemaal wordt geborgd. Zo gauw het iets te ver uit elkaar steekt, dan sluit straks het niet meer mooi en dan kun je of weer terug of overnieuw beginnen. Even zoeken naar dat het past en dan stevig aandrukken. Aan de onderkant moeten nog een paar wieltjes worden gemaakt die binnen in het asje lopen. En als het goed is, draait nu ook de voorkant keurig netjes mee. Wieltjes erop gezet. Om het spul te borgen zijn er een paar onderdeeltjes die erop geschoven kunnen worden. En dan is het nog een keer zaak om het goed te controleren. Als het niet goed werkt, kun je nog een klein stapje terug. Er is een elastieke lusje gemaakt van ongeveer 2,5 centimeter wat daar geplaatst moet worden. Het effect daarvan is pas op bladzijde 26 te zien. Tot die tijd zit het verstopt in het systeem. En dan kunnen de bogen worden geplaatst. Die geborgd worden met onderdeeltjes die daar onderin passen. Op bladzijde 19 moet de achterplaat gemaakt worden. Eerst weer met een aantal prikketjes met elkaar verbinden. Versneld weergegeven. En dan kan de achterplaat geplaatst worden, stevig aangedrukt, goed aangesloten op de plankjes, goed in de nokjes. Beginnen met het passen en dan vervolgens stevig aandrukken, net zo lang tot het aansluit. Ook hier aan beide kanten een onderdeeltje om te borgen.
En dan kan het bovenplaatje, dat is een lastig onderdeel, verschillende nokjes moeten goed aansluiten. En ondertussen moet de as die eruit komt te steken ook nog kunnen draaien. En die moet dus even zo gestuurd worden dat hij er goed in past. Om het tandwiel te remmen is er een klein onderdeeltje nodig. Daar moeten prikkertjes in gemaakt worden. Maar aan één kant moet het prikkertje in ieder geval één plankdikte uitsteken. En daarom gebruiken we even een hulphoutje. Dan kan het tandwieltje boven op de as worden gezet. En komt het remsysteem daar in de driehoekjes. Nog een klein asje worden gemaakt. Past mooi in elkaar. En natuurlijk zijn de wieltjes geschuurd. En ook het tandwiel is even bekeken op ongerechtigheden. En is er een schuurpapiertje en een stukje wax langs gehaald. Ik heb het elastiekje een slag gedraaid in de hoop dat het stevig tegen de zijkant van het remsysteem aankomt. En omdat het goed onderaan moet zitten, even pieteren met een hulppuntje. De as die eruit steekt wordt straks verbonden met de knop. Bij deze moet ook aan één kant een plankdikte uitsteken. Aan de andere kant moeten er twee diktes zijn, dus daar leg ik even een stukje extra tussen. En als je het dan afknipt, heb je precies een lengte van twee plankdiktes. Dat moet twee keer gebeuren. Zo op plaatsen dat de haak aan de buitenkant van de dakjes zit en de puntjes tegenover elkaar. En dan moet daar ook weer een dakje bovenop. Opnieuw een klusje wat even wat geduld vereist. Zoeken naar de juiste plek en als het een keer voorzichtig verbonden is, langzamerhand stevig aandrukken. Er moeten er drie worden geknipt. Eentje houdt een kleine dikte over waar straks een onderdeel op gaat passen. Om de bovenplaat te borgen zijn er wat schuifjes die er van onderaf ingeduwd moeten worden en dan vervolgens aangeschoven net zo lang totdat ze stevig vastzitten. En daardoor krijgt het geheel een goede stevigheid. Op pagina 25 maken we de draaiknop erop met eerst een asje. En dan een wieltje, stuurwiel. En daarbovenop komt het onderdeel waar de richtingaanduiding op staat. Maar dat is alleen voor het oog. Er moet een knop komen die de haken stuurt. En dat bestaat uit twee onderdeeltjes. Waarbij er op gelet moet worden dat natuurlijk het ene kantje over het prikkertje valt en de andere in het nokje eronder. De knop maakt de bovenplaat vrij
of sluit hem juist op. Door het open te maken zien we nu dat het elastiekje aangesloten kan worden op de knop en de knop als vanzelf terugdraait. De zijkanten van de tanker moeten worden dichtgemaakt. Mooi beweegbaar hout, even met wat voorzichtigheid behandelen natuurlijk. Aan de onderkant schuin erin steken en aan de bovenkant moet het klemmen onder de nokjes die daar zitten. Dus een beetje buigen en voorzichtig wrikken. Dan komen de zijplaatjes op waardoor het wat steviger wordt. En we doen natuurlijk hetzelfde met de grote container. Het is iets lastiger omdat die onderdelen wat los zitten. Tussendoor is het handig om iedere keer even de verbindingen wat te controleren, want door het werken ermee raakt het soms een beetje los. Er zijn een aantal borgpennetjes die eraan gemaakt moeten worden. Daardoor kunnen de zijkanten niet meer losraken. En ook hier een zijkant erop. Door de container open te zetten, kan ik ook van achteren wat druk zetten, waardoor het wat makkelijker in elkaar schuift. Een lastig onderdeel, niet omdat het lastig is om te doen, maar omdat we daarmee de truc een beetje uit elkaar moeten halen. En ik vind hem eigenlijk zo mooi. Voorzichtig met een heel fijn schroevendraaiertje, een beetje wrikken, millimeter voor millimeter, net zo lang totdat de onderdelen loskomen. Meer een geduldwerkje dan met kracht. Door de achterkant iets op te tillen en los te maken van de nokjes waar het vast zit, kan het, als het een keer schuin omhoog zit, een beetje worden losgewrikt. Dan kan de container erop. Omdat de opwindhaak vast kwam te zitten en daardoor het opwinden niet meer goed ging, heb ik hem aan de voorkant weggedraaid, zodat er iets meer ruimte ontstaat. Heel voorzichtig, stukje voor stukje zoeken nadat hij de verbinding vindt en dan pas stevig aandrukken, zodat de tank prachtig op de truck zit. Dan moeten er nog wat onderdelen aangemaakt worden om de stevigheid te krijgen, goede verbinding van de tank met de truck. Het was een erg lastig onderdeel omdat er soms een tikje scheef zat. Nummerbord er nog even op. Een paar kleine borgschuifjes die daar precies in passen. En ervoor zorgen dat de onderdelen goed stevig aan elkaar zitten. En dan nog de zijplaten, waar natuurlijk de versnellingshendels goed tussendoor moeten kunnen glijden. Ook hier weer passen en als het goed zit, millimeter voor millimeter stevig aandrukken. Aan de andere kant precies hetzelfde, is wel een ander onderdeel overigens.
En zo is die helemaal klaar. Door de knop open te zetten en te draaien gaat de tank open en de andere kant op het spul weer dicht.